Ze moesten iets langer wachten dan de voetballers, maar eindelijk konden de jeugdige handballers van SV De Lutte hun training ook weer hervatten. En dat gebeurde met veel plezier. Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat we open zijn en dat we kunnen beginnen. We hebben veel maatregelen moeten nemen en veel overleg gehad met de gemeente. Maar we zijn heel blij dat alles nu loopt en dat wij vandaag weer kunnen beginnen. Hier achter mij zijn de jongsten zijn nu begonnen en allemaal ontzettend enthousiast. Dus ja, dat geeft natuurlijk heel veel plezier en heel fijn in deze vervelende tijd waar we met z'n allen in zitten. SV De Lutte is wat later gestart omdat we wilden kijken hoe het allemaal ging. En de voetbal is een week eerder begonnen en dan konden we een beetje kijken hoe het liep. Ook omdat handbal met de handen is, dus dat heeft meer te maken met corona en zo. Zijn de meiden enthousiast? Ja, ze zijn heel enthousiast. Enthousiaster dan voor het corona gedoe, zeg maar. Hoe vind je het zelf om hier weer te staan? Ja, ik vind het wel heel erg leuk om weer training zelf te trainen en training te kunnen geven. Ja. Wat is er zo leuk om hier weer te zijn? Gewoon dat je weer kunt rennen overal en dat je weer de meisjes ziet. Zo. En wat oefenen jullie nou vanavond? Een paar oefeningen met de bal gooien. Wat mis je aan de wedstrijden nu? Dat je met de bal kunt gooien en dat je gewoon ballen moet afpakken en dat je niet meer mee kunt doen. Dat is niet leuk meer. Maar waar zijn de jongens eigenlijk? Je ziet toch wel hier dat de jongens het meest naar de voetbal gaan en de meisjes naar de handbal. Wat is er leuker, handbal of voetbal? Handbal. We hoorden ook dat jullie een AED naar buiten hebben geplaatst. De AED was al wel een lang gekoesterde wens, maar die is naar buiten gekomen. Nu toch met de coronamaatregelen, omdat de kantine gesloten is. Dat je ook buiten, mocht er wat gebeuren, toch iemand kunt helpen. We hopen natuurlijk dat we hem nooit hoeven te gebruiken. Maar we zijn wel heel blij dat we hier op Sportpark Plus toch een AED hebben kunnen plaatsen waar iedereen bij kan. Ja.